We zijn hier in mijn buurt, in de Hoeves, in Rosmalen. En hier zie je het belang van een goede buurt hebben. Hoe fijn het is als het groen is, maar ook dat je mensen hebt die met elkaar bezig zijn en betrokken zijn met elkaar. We hebben hier in de wijk natuurlijk heel veel groen. En dat willen we ook zo houden. Dus daar zijn we heel actief mee bezig. Maar ook dat alle kinderen hier opruimen, de zooi opruimen. Er zijn kinderbiepjes, dus boeken die we van elkaar kunnen lenen. Het is gewoon een hele betrokken, fijne buurt. Ja, ik wil wel iets met de bosgroenen. Ja, want groen gaat niet alleen over groen. Groen gaat ook over het eerlijk verdelen van geld. En de gemeente gaat over geld. Waar gaat het geld naartoe? Om die kloof kleiner te maken tussen rijk en arm. Dus dat het geld eerlijk verdeeld wordt. Daar ook van. Als ik hier een euro heb, dan kan ik die uitgeven aan een woontoren in een bos. Maar ik kan deze ook uitgeven aan betaalbare huurwoningen. Ik kan deze euro ook uitgeven aan het isoleren van huurwoningen bij mensen die gewoon heel weinig inkomen hebben. Ik kan deze euro ook uitgeven aan het tegengaan van armoede. En die euro gaat ook naar de wijken, naar de buurten, naar de mensen die erin wonen, naar de vrijwilligers. Want daar in de buurt gebeurt het. Hoe gezonder je eet, hoe duurder het wordt. En ook daarin zou ik zo graag willen dat elke bossenaar het voor elkaar kan krijgen om goed en gezond te eten. Zodat in ieder geval elk kind op elke school in een bos gezond kan eten. Voor wonen geldt precies hetzelfde, hè? Wonen in een wijk, het liefst gewoon met iedereen door elkaar heen. Rijk, arm, maakt me niet uit wie, waar je vandaan komt, maar we zijn het gewoon met z'n allen. En laten we alsjeblieft het eens een beetje beter regelen met elkaar. Groen, maar ook sociaal. Eerlijk verdelen met elkaar.